Transmuzikatie, mijn nieuwe Tekken aflevering samen met Dennis. Want ik heb Dennis even ingehuurd, want mijn huis moest verhuisd worden. Toch? Ja, daar ben ik natuurlijk gewoon goed in. Precies. We hebben het wel afgelopen keer gezien, hè Dennis. Oké, dus we gaan beginnen, ja? Ah! Nee. Help. Hier, een hand. Dennis, fuck. Help. Pieperdage. Help, baby. Naasje. Ik zeg naasje. Dude, weet je hoe luid jij trouwens bent? Fucking hell. Ah, sorry hoor. Nu ben je weer te luid, Dennis. Nu beter? Ja, weet ik niet. In ieder geval, mijn huis moet verhuisd worden. Dus ik heb Dennis ingehuurd. Dennis is de koning verhuizer. Yeah. Het was niet de bedoeling dat we begonnen, maar ja, sure. Dit is alleen een beetje... Dit is luchtig. Okay, ja, oké. Nou ja, ik heb dus verschillende locaties waar ik mijn huis kan bouwen. Het is alleen een beetje jammer dat alle goede locaties bezet zijn door quarries of enorme quarry achtergebleven stukken. Dat valt wel mee. Ja, sure. Want als ik nu hier naartoe ga lopen en hier is een mooi open vlekte. En als ik daar dan even ga hakken. Nee, hier is serieus geen quarry geweest. Nee, maar daar verderop wel. Hier wel ergens. Hier helemaal, hier. Ja, precies. Ik wil... Hier is als mijn quarry geweest. Als het goed is, zit hier ergens inderdaad gewoon een gat. Je hebt het wel mooi gemaakt. Hier is mijn quarry geweest. Hier zo. Wow. Oh, wow. Oh, jij bent gelukkig, weet je dat? Jij nee, zo ik heb dat armor, dus ik kan gewoon zeg maar door de lava heen zwemmen. Lol? Wat is dit OP? Dat is echt gewoon OP, dat slaat gewoon nergens op. Nee, mijn armor gaat wel. Mijn armor heeft een bepaalde energiewaarde. En dan stopt dat, dan is het ook gewoon druk doodgaan. Maar dark red matter armor, dat is zeg maar gewoon overpowered. Dit is mijn zwembad. ja. Ik kan hier ook een huis in bouwen, dan heb je een soort Turk flat. Beter doen we dat. Nee, sorry, dat gaan we niet doen. Dat is echt... Schotel boven... Echt, je ziet niks. Alleen de schotel erboven laat steken. Oh, maar dan zitten we Mitchell's huis af te kraken. Die zeg maar daar ergens was gebouwd. Ja, en dan maken we hier een moeilijk grote flat. Maar deze is ondergrond, dus het kan gewoon. Zeg maar voor een zombie-apocalypse. Oh ja, oké. Okay. Een hele ondergronds basis. Okay, okay. Wat is dat dan? Ik ben hier echt te lang niet geweest. Wacht even, wat is daar? Zullen we kijken. Dat is voor mij. Dan verderop? Dit hè? Ja, mijn watervoorziening. Ik zie het al. Dit is zeg maar Doomstrappers. 2012, je weet wel zoveel december, dat is bijna. Dus ik ging alvast even water. Dit is de ultimate waterpijp? Ja, als je dat steekt, dan ben je knetterstand. Oh, maar waarom heb je dit van dit soort hout gemaakt? Wauw. Omdat dat mooi is. Echt gewoon... Ik zit fucking hard moeite te doen om allemaal hout te krijgen en jij maakt hier gewoon een platform van rauw hout. Oké, weet je, whatever. Ja, dat is de natuurlijke essentie. Nee, Dennis, laat maar. Moet je niet verpesten om planks te maken. Hier ook laat maar. Random laat maar, Dennis. Mooi hekjes. Wow. Oké, dan... Oh, nee. Hou op. Ik wil even kijken. Wow, nee, er zit niet veel in. Waar niet okay, wel een muur van water. Oké, maar waar wil ja, ik ga zoeken. Ik ben zoeken. We kunnen hem ook iets verder maken. Er is nog meer lava, hè? Wat? Er is nog veel meer olie. Ja, hier kunnen we ook maken. Hier is wel een mooi plak. Dit vind ik eigenlijk wel mooi hier zo. Ja. Alleen... Swamp rechts. Piggy links. Wat is dit dan? Wacht even. What the fuck is hier? Waarom zit hier random steen? Huh? Wat is dit? Volgens mij is hier Tom, dit is heel erg verdacht. Maar dit is dit niet dichter bij de... Heel erg verdacht. Ik vertrouw dit niet. Even helpen. Ik vertrouw dit niet, jongens. Zo, er is niks. Nee joh, wacht, hier is helemaal wacht. Niks. Hier is helemaal niks. Nou, maar dit is gewoon een standaard cap. Au. Nou, dat werkt niet bij jou. Oké, ik ben niet weg. Ga we snel weg, random ooit. Nee, ik duw er niet in. Oké, mooi. Ooit. Geef me je hand. Trek je omhoog. Oké. Ja, kom op, hey. Help me omhoog en dan slijm me met een pickaxe. Kom uit die put. Oké, ik ben uit de put. Emotioneel brak.
Oh, je vond hem wel mooi op, zie ik. Ja, met het combinatiepakket van dirt en... combinatiepakket. Ja. <Yeah. laughs> Goedendag, schotel. Dit is Marble. Oké, ik heb mijn running out of dirt. Even kijken. Ik heb nog Marble. Ik heb weer honger. Maar we kunnen hem hier op zich wel bouwen, denk ik. Als jij dit een mooie locatie vindt, dan zeg ik gewoon ga ervoor. Ja, ik ga even kijken wat er allemaal om ons heen is. Ja, ik weet niet. Roma's huis is in de buurt. Het is wel lekker dichtbij weer. Even kijken. Hier is nog wat water. Laten we nog even verder kijken. Roma's huis is daar trouwens verderop in de swamp. Ja, dat weet ik. Ja, daar kwam ik altijd op bezoek. Daar stal ik altijd zijn farm. Wat? Hi, Roman. Roman, ook een keer van waarom noem ik farm het niet? Oké, hier kan het ook wel. Hier is ook een mooie open plek. In de swarm. Dit is een beetje de swamp. Swarm. Dan ben je 200 meter vandaan bij Jessica. Wat? Waar is Jessica? Oh, hier, kom hier. Oké. 100 meter verder. Moet je kan ik op bezoek? Ik heb een buurvrouw. Ha! Awesome. Chicky. Oké, waar moet ik heen? Je ziet hem nu al. Oh ja. Wow. Dat is, hoe heet hij ook weer? Ik weet niet meer hoe hij heet. Bert? Nee. Oh. Gerda? Nee. Jessica's huis, om creatief te zijn. Oh, nee, daar is het! Gozer. Fuck! Die gozer bovenop. Oh nee joh, ik zat hier te kijken. Ik denk, wat? Ik denk, hier, wat is hier voor moois? Ik zie daar iets boven in de lucht zweven. Dus ik denk, nou ja, Jessica heeft zo hoog gebouwd. Dit is echt fantastisch. Nee, dat was eigenlijk, zeg maar, dat ze half pyromaan was. Toen ging je zeg maar allemaal leaves neerleggen en wou ze het in de fik steken. Oh. Dit is Jessica. Ja. Yeah. Oh, creeper. Mooi geswampificeerd, zie ik. Ja, dat is eigenlijk random gekomen, denk ik. Dat kan echt niet... serieus random? Oh, wat is dit? Zonnepanel. Ik wil ook sonar. Sonar. Ja. Wat is dit? Dit dat is een bedbox. Ja. Ik heb al een mooi idee voor mijn huis. Ik heb een heel mooi idee voor mijn huis. Ja? Ja, zal ik hem gewoon naast Jessica? Nee, dat is niet zo leuk. Zal ik hem gewoon in de woestijn? Het is moeilijk ver. Fuck. Woestijn is al... Nee, woestijn is hier gewoon na. Hier, kom hierheen. Nou, ik heb geen vliegding. Nee, waarbij je zo naar... Als ik... Stel nou dat ik bij Jim op bezoek wil. Ja, dat kan dat dan niet. Niet. Want Jim is een boze buurman. Ja, dat klopt. Maar stel je nou voor, Dennis, dat ik bij jullie op bezoek wil. En dan... Nee, dat is veel te ver. Dan kom ik met de auto jou ophalen. Maar kunnen we niet een minecart maken of zo voor jou? Ah, dat is wel een moeilijk groot project, maar dat kan wel inderdaad. Hier is de desert. Oké. Okay. Een zandkasteel bouwen. Piggies! Cactussen en creepers, vooral. Ja, creepers en cactussen en creepers. Twee klappen op school. Teamwork. Like a boss. Waarom spawn? Wat de? Is dit? Ik ga hier mijn huis maken. Al, deze dingen die... Ah! Circle. Ik zei nog zo, deze dingen die houden alles. En dan... Meen je dat? Deze... Rusten ze serieus op die circuit? Ja. Oh, what the fuck. Fucking random. Daar is een architect mee bezig geweest. Echt, hè? Even kijken. Dit is de desert. Dit is... Ja, maar hoe de fuck plaatsen we dan alles... Oh, wow. Ik dacht even dat... Auw! Fuck my life. Ik ben in elkaar getiefd hier. Zo. Good on, son. Oké. Dat is de hele... Oké, dat moet ik met varkens doen. Ik heb namelijk gewoon... Waar zijn varkens? Ik zag varkens. Wacht even. Ik heb weer honger. Dan is er ook trouwens nu. Ja? Ja. Waar? Hoe? Nou, op Skype. Ja, maar hij zegt niks. Hij is er wel, maar hij zegt niks. Nee, ja. Oké, dan bouwen we hem hier dan maar gewoon. Het is wel iets prachtigs. Ja, maar is er iets speciaals in Tekkit dat je in de woestijn kan doen? Nee, eigenlijk niet, nee. Oh. Het heeft geen voordeel, denk ik. Misschien, ja, wat meer licht of zo. Nee, dat zover gaat Tech het niet. Nee. Jammer. Het zou toch tof zijn als ze dat hadden? Ja, eigenlijk wel. Gewoon dat het warmer klimaat is. Dat je misschien meer... Beter solar of zo krijgt. En dat als je in het swamp zit, dat je dan beter water kan. Nou, whatever. Ik heb 33 marbles. Dus ik ga een mooi plekje uitzoeken. Hier gewoon, denk ik. Ga weg. Even kijken. Ik wil hier.
Fuck my life. Waarom, wie de fuck plant hier een fucking random fucking zwembad? Like, yeah. Why? Nee, oké, nee. Gewoon nee, Boyd. Waarom plaats je dan ook hier je huis? Wat? Dit is toch mooi? Ja, maar water. I know, maar... Het water lag eerder dan je huis, hoor. Dude. What the... Wat? Wat ga jij allemaal doen? Ik ga mooie dingen maken. Mooi ding. Mooi ding. Oeh, balletjes. Dit is een architect in... Ja, dit is hoe ik mijn shit maak, jongens. What the fuck is dit voor een lul? Dat is een penis, jongen. Ik ben een penis aan het maken. Dit wordt een schoen. Yep, ik heb meer marble nodig, dus ik ga hier mijn chest plaatsen en dan gaan we alles verplaatsen. Had jij al iets van een dinges meegenomen? Wat? Nou, heb jij zo'n... Wat heet zo'n ding ook weer? Zo'n collector ding? Heb je zo'n collector chest bij? Collector chest? Zeg wat? Ja, je hebt een condenser en dat ding eronder, zo'n collector. Nope. Ik weet niet wat de fuck dat is. Heb jij eten? Ik heb zo eten. Oh nee, ik heb juist de condenser nodig. Laat maar, ik heb de collector al. Snel een crafting table maken, want die heb ik ook gewoon niet. Yay, we beginnen weer helemaal opnieuw. Achievement get, benchmarking, yay. I'm condenser. Such a badass. Oh, die is bar te maken. Oké. Ik kan acht furnaces maken als ik dat zou willen, maar dat wil ik niet. Dus dan doen we dat ook niet. Ik heb één kool, dus kan ik precies gewoon mijn vleesjes in bakken. Fantastisch, yeah. Oké. Ga jij even mijn shit halen, dan ga ik even eten. Ik? Ja, ik kan niet reizen met een ring, weet je? Oh, haal ik nou gewoon eerst zeg maar dat... Oh, daarin. Oh, haal ik eerst gewoon zeg maar die condenser. Dan kan je zeg maar die marble even maken en zo. Dan kun je alvast verder en dan ga ik wel even die shit overbrengen. Yo. Kar, waar is jouw huis? Ik heb geen flauw meer. Ergens. En dan die en dan... Oké. Ik ga ook wel even heen en weer lopen. Oké, ons tacket was gecrashed, dus we zijn er weer. Ik was een beetje aan het zwemmen en Dennis was ondertussen alweer terug. Die had al alles al opgehaald, dus... Tacket is gewoon random. Het is niet echt alles. Gewoon altijd crashen. Een condenser voor je meegenomen. Dan kan je vast dingen maken. Ja, is goed. Oeh, ik hoop dat ik los dan heb. Ik hoop het ook. Moet ik weer even vliegen. Ik had een energy collector geprobeerd te maken. Ik heb obsidian gehaald en ik heb glowstone gehaald. Oh, heb je nog glowstone? Yep, in mijn chest. Maar oh. In mijn oude chest, hè? Ja, dat wil ik ook. Oh, oh wacht. Ik kreeg al shit. Hey, dat is een energy collector. Ja, nou, nu kan je zeg maar... Hoe kom je daar nou? Ik moest die nog maken. Ja, ik denk, ik help jou heel even. Hier, duw je de marble in. Pap. Marble. Hij maakt van marble, maakt hij... Oh, nee, ja, ik ga je uitleggen. Nee, ik snap het. Zonnestralen komen van boven, komen ze zo hierin, zeg maar. Ja, I see what you did there. En dan verandert hij het in dingen. Yep. Nu is hij alvast marble voor jou aan het maken. Ik wil het eigenlijk wel een beetje symmetrisch hebben. Symmetrisch. Fuck my life, er zijn weer zombies hier te kanen. Hé, hey, kom eens even hier, jongen. Jij gaat echt... Oh. Oké. Ah, fuck, het begint helemaal te waaien hier, hoor. Dennis, het gaat onweren straks. Ik voel het aan mijn water. Ik voel het aan mijn water. Ik ga je helpen. Hoe hoog wil je mij eerst hebben? 2? Trouwens, je bent net zo vrouw. Ik voel het aan mijn water. Dat is ook wel een grapje, maar... Ik voel het aan mijn ijstokken. wat? mijn ijstokken. Zei die hoor. Ja. Hij zei dat. Dat is wat hij zei. 100%. Even kijken, een potje. Pop, pop. En dan. Oh, de vloer. Nou, dat doen we later wel. Eigenlijk was hier het idee om dan hier zo de grond in te gaan. Maar dat wordt erg lastig met die kutzand. Maar we gaan het wel doen. Tenminste, nu niet, maar straks. Oké, ik ga even naar boven. Ga ik even Dennis helpen. Zo. Bam. En nu weet ik dus niet wat voor dak ik erop ga douwen, maar... Goed. Denk zoiets. Ja. Oh,